en welkom weer bij een nieuwe aflevering van het Parkstad Sinterklaas Nieuws. Leuk dat je weer kijkt. Weet je nog van gisteren, de mooie rode pietenbrievenbussen? Ik heb mijn verlanglijstje al ingeleverd. Vergeet hem niet, hè? Dan kan Sinterklaas er snel mee aan de gang. En ik heb ook goed nieuws, want er zijn beelden van Sinterklaas. Kijk je met me mee? Zo, eens even kijken. Ik ben nou al een tijdje die lijstjes kwijt van Veendam. Daar snap ik toch helemaal niets van, hè? Waar heb ik die nou toch gelaten? Dus even zoeken, hè? Tussen alle... Oh ja, dit was ook zo leuk, hè? Die moet ik nog steeds uitpakken. Ja, nou, dat komt straks. En, ach ja, hier heb ik nog een Sinterklaas. Nou, dat is toch ook leuk, hè? Maar goed, de lijstjes van Veendam. Ik denk dat ik toch maar eens even aan de Pieten ga vragen waar die zijn. Ja, laat ik dat toch maar even gaan doen. Ja, dan gaan we eens even kijken waar die zijn. Sinterklaas weet dus nog steeds niet dat er een oplossing is voor het probleem met de lijstjes. Hoe kunnen we hem daar toch mee helpen? Maar ik ben zo blij dat we eindelijk beeld hebben van Sinterklaas. Maar waar die nou toch zit, dat lijkt wel een soort werkkamer of zo. Laten we eerst maar weer eens even bij die Pieten gaan kijken. Ik heb hier een pakketje voor Joran. Oh, Joran. Even kijken. Ja. Staat op de lijst? Check. Hey, hoofdpiet, Pietelientje, moet je eens kijken wat ik heb hier. Wat heb je daar? Ik heb de eerste lading verlanglijstjes uit de postbussen gehaald. Van die rode die Pieter heeft. Ja, precies. Uit Veendam. Wat gaaf. Dus dat dat zijn er heel veel. Dat zijn er al heel veel, dus dan kunnen we daar al mee aan de slag. Dat is leuk. Goed, hè? Ze zijn er allemaal. Oh, er zit ook een pakketje bij. Oh ja, dat is mooi. Oh. En die heeft hem mooi ingepakt. Goed, nou, hè? Dat is goed. Ja. Dus, Zo, dag Pieter. Zeg, ik had even een vraag aan jullie. Ik was even bezig met de lijstjes, hè? Oeh. En nou mis ik het lijstje van Merel uit Veendam. Van Merel? Ja. Ach, die Merel. Weten jullie toevallig waar die is? Nou, niet speciaal. Dat moeten we even zoeken. Oké, nou zou je dat even willen doen? Hoofdpieter, regel jij dat even? Ja, ik ga dat regelen. Nou, heel fijn. Ja, bedankt, hè? Oké, dag hoor. Dag, Sinterklaas. Dag, Sinterklaas. Dag. Dat ging dan wel. Dat ging echt goed. Nou, dan moeten we hier wat mee. Dan gaan we gewoon hier mee bezig. Wat gaan we daarmee doen? En dan komt het vast helemaal goed. Maar dan moeten we eerst die van Merel. Van Merel. Ja, die van Merel. Ja. Dus dan gaan we die even zoeken. Oké. Yes. Wat doen die Pieten toch geheimzinnig over die lijstjes, terwijl er al lang een oplossing is? Hoe kunnen we Sinterklaas nou daarmee helpen? Daar gaan we eens even goed over nadenken. Maar inmiddels heb ik begrepen dat Roeland in Theater van Berestein is. Roeland, ben je daar? Roeland? Hè? Oh, ja, hallo. Ik had je niet gezien. Ja, we zijn hier in Van Berestein en we zijn hier momenteel even om te vragen hoe gaat het met de Sinterklaasshow? Oh, dat gaat heel goed. Ja? Ja, ja, er zijn heel veel aanmeldingen. Oké, fijn. En het is een bijzondere show. Wat is er allemaal? Het is een bijzondere show. Ja, er zijn een heleboel pieten. Oh. Ja, heel gezellig. Gezellig. Er zijn pepernoten. Ah, kijk, mijn favoriet. Ja. Ja. En licht en geluid natuurlijk van alles en nog wat, want dat zijn we hier gewend. Ja, aanwezig, ja, ja, fantastisch. Heel gezellig, muziek. Ja. En ik begrijp de mogelijkheid om zowel live als online te volgen. Ja, gelukkig. Ja, ongelooflijk, ja, hè, deze tijd. Fantastisch is het, ja, toch? De techniek staat niet stil. Ja, nee. Fantastisch. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, fijn. Ja. Nou, blijf verheugd. Van Berestein heeft de boel goed op de rol. En binnenkort dus met z'n allen naar Sinterklaas kijken. Of de show van Sinterklaas, dus fantastisch. Wiebertje, terug naar jou. Wat leuk, een grote Sinterklaasshow in het theater. Ik verheug me er enorm op. We gaan er in ieder geval een groot feest van maken, denk ik. Dat gaat vast goed komen. Ondertussen weet Sinterklaas nog steeds niks van die verlanglijstjes. Moeten we toch eens even kijken of we contact kunnen krijgen, zodat we hem kunnen helpen daarmee. Vergeet hem niet zelf in te leveren, hè? Bij die mooie rode pietenbrievenbussen in het centrum. En voordat ik het vergeet, we gaan natuurlijk eindigen met het schoentjes het huisnummer bingo. Ik zie jullie morgen. Tot dan! Hallo allemaal, welkom bij de schoentjes het huisnummer bingo. Heb je je mond leeg, Smul? Ah, bijna, hoop ik. Wil je nog chocolaatje, Smul? Nee, laten we dat maar niet doen. Voor straks. Over straks, naar het spelletje. Mm-hmm. Okay. Zou jij het misschien nog een keer uit willen leggen, als je je mond leeg hebt? Ja, dat wil ik wel even. Ja? Anders. Nou, als het goed is, hebben jullie je allemaal aangemeld bij dit e-mailadres. En dan mag je meedoen met Schoentjes het huisnummer bingo. Zometeen gaat de hoofdpiet
draaien aan het rad. En dan komt er een nummer uit. Die gaat Pietelientje opzeggen. En als dat nummer in jouw huisnummer zit, mag je je schoen zetten. Het is zo simpel, hè? Het is zo simpel. Makkie. Spelletje. Zullen we gaan draaien? Ja. Dat is spannend hoor. Heel spannend. Nummer 72. Dat is een 7 en een 2. Ja. Dus als er een 7 of een 2 in je huisnummer zit, dan mag je vanaf je schoen verzetten. Ja, Smul, ik denk dat de kinderen dat niet goed gehoord hebben. Wat zeg jij het dan eventjes? Nou, als je dus een 7 of een 2 in je huisnummer hebt, dan mag je vandaag je schoen zetten. En dan gaan we morgen het spelletje gewoon gezellig nog een keer weer doen. Leuk. Nou, ja, gezellig. Tot morgen. Tot morgen.